Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op maagden. Als jullie met bang zitten, dus laatst gezien hebben wij toen een Raad de Maag video gemaakt. Dat was erg leuk. Ik heb echt zo hard gelachen toen. Toen kreeg ik dit doorgestuurd van iemand die zei van... Koen, als je hier niet op reageert, hoef ik je nooit meer te spreken, nooit meer te zien. Dan maak je dood! Nou, ik dacht, dat vind ik vervelend en onnodig. Dus hebben we hier het programma. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus het gaat over iemand die heeft dus nog nooit de... Nou ja... Je snapt het wel. Ja, ik kan er natuurlijk niet over meepraten. Ja, ik ben natuurlijk... Ja, ik ken het wel, joh. Vandaag gaan we kijken naar Mark. En Mark, die heeft het dus nooit gedaan. Maar Mark is wel een zieke legend, heb ik gehoord. Het is niet de Mark die we allemaal kennen. Het is een andere Mark. We gaan kijken. Paarden is maar even. Het is eigenlijk een soort partner. Maar dan heb je er alleen geen vlees op contact mee. Hij is groot paardenfan. Ja, dat weet je eigenlijk al. Ja, dat is nou niet per se, denk ik, de manier om de vrouwen te verslinden. Of mannen. Dat, ik weet dat nog helemaal niet, trouwens. Hij heeft antwoord gegeven. Oh. Yes. Oh. Margaret gaat niet los. Je zou het niet zeggen als je deze man ziet dat je denkt, die heeft nog nooit in zijn leven het gedaan. Maar ja, zo zit ik ook wel eens achter mijn computer. Zeg maar dat ik dan zo zit. Hey, zo. Je ziet wel de schattigste vent ooit. Dit is toch lief? Shout naar Mark. Esso naar Mark. Mark, als je nog steeds het nooit gedaan hebt. Dit is trouwens een serie van volgens mij SBS of zo. En jullie weten net, als ik een serie reageer, had ik vroeger altijd met gek op jou en nu ook. Dan verdien ik helemaal niks. Want dan wordt dat geclaimd. Dan gaat al het geld gaan naar de diepe zak van John de Mol. Maar gelukkig heb ik heel veel goede vrienden. Lieve vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb fantastisch nieuws voor jullie. Deze video is namelijk gesponsord door Rage and Legends. Inmiddels kennen jullie allemaal dit spel. Dat kan niet anders als je al een tijdje mijn video kijkt. Want Rage and Legends is een spel met meer dan 600 champions. En ze hebben allemaal unieke skills. Je kan je eigen team bouwen, je champion steeds beter maken en uiteindelijk de allerbeste ter wereld worden. Zoals de echte raidspelers onder jullie zeker weten, is Dead Knight de allerpopulairste champion er is, by far. En Raid heeft nu de Ultimate Dead Knight gereleased. Dat is toch fantastisch, dat is toch fantastisch. Je kan die Ultimate Dead Knight ook krijgen, dat zal ik je zo laten weten. Het is echt rete makkelijk. Maar eerst een paar kleine vragen aan de Dead Knight. Dead Knight, hallo, ben je daar? Yo, yo. Gaat het een beetje, gaat het goed met je? How about yes? Oké, nou, je bent het favoriete... Sorry, but I can't talk about this. Gozer, doe nou even... Not. Goed. Not. Goed, je bent het favoriete karakter van heel veel spelers. Who said that? Ja, dat heb ik gelezen, vriend. Maar wat vind je ervan? Nice. Je bent niet echt spraakzaam, hè? Man. Deze maand de Raid is een enorme nieuwe feature die heet Awakening. En een zieke nieuwe dungeon, namelijk de Iron Twin Fortress. Als je goed genoeg bent om de Iron Twins te kunnen verslaan, krijg je een zieke prijs. Zieke prijs, man. Kom hier met die money. Nu terug naar de Ultimate Dead Knight. Hoe kan je hem nou krijgen? Je moet 7 dagen achter elkaar inloggen van bijvoorbeeld nu, maar voor 17 oktober. Dus je moet 20 oktober beginnen. Nou, je hebt dus nog tijd genoeg. 7 dagen achter elkaar inloggen en dan krijg je de Ultimate Dead Knight. Gratis voor niets. Fantastisch. Wow. Oké, ja, leuk. Er is dus geen betere tijd om te starten met spelen van Raid. Als je de code DK Rises gebruikt, krijg je meer van nieuwe items en gaat je nieuwste sterkste champion meteen naar level 50. En als je Raid nog niet gespeeld hebt, kan je via de link in de beschrijving het downloaden. Dan krijg je voor €30 aan spullen. Je krijgt dan gratis een app. Epic Champion, 2K Silver, 1 Energy Refill en nog meer. Dus, heb je het niet gedownload, link in de beschrijving. En heb je het wel gedaan, gebruik de code DKRISE. Download het link in de beschrijving, gebruik de code DKRISE. Ik kan het 100% zeker. Maar die gozer is daar gewoon alleen maar aan het zingen. Maar dit is toch een schatje, hoe kan dat nou? Dit vindt ze ook oud, man. Ik durf niet te zeggen dat de moeder van Linda niks te doen heeft. Maar ik denk wel dat de moeder van Linda tijd heeft. Oh. Hij flamed die de moeder van... Luister, Mark. Op het moment dat je, zeg maar, in zo'n positie bent... dat je, zeg maar, aan zijn programma meedoet... dan is het echt niet handig om dan de moeder te gaan bashen van Linda. Linda is denk ik de chick waarmee hij op date gaat. Ik denk dat dat het idee is. Shit, man. Kut, sorry. Heel vol gasten schelden. Tot te zien heeft ze al een keer bij hem in de auto gezeten. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Ze heeft dat nekding nog om... We gaan potten bakken. Oh, dat is hartstikke leuk. Supergezellig. In die scène... Lekker potten bakken. Achter Demi Moore. Uitvouwde Patrick Swayze als het ware. Ja, dan vloept hij er zomaar in, hè, mensen. Zijn handen in die van Demi Moore. En kwam er uiteindelijk niks tot stand. Behalve seks. Dit gaat zo mean. Schitterend. Een hele fles of twee flessen wijn op heeft, dat het er misschien wel in zit. Als ik dat slim speel. Ik zou zeggen op ons. Ja, op ons. Als ik het slim speel. Ben jij een vleeseter? Ja, ik weet niet of je dat bedoelde met een dubbele onderlading. Maar volgens mij wel, want Marcus zegt de vieze Rick. De verliezer. Verliezer in ons.
Dit is echt heel zielig. Oh, Marky. Oh. Oh, kijk. Ik me voorstellen, ik ben Mark. Kim. Kim. Hallo. Hoi. Elsbeth. Elsbeth, Mark. Hallo. Oh. Hoi, Mark. Mark is aan het multidaten. Gewoon meerdere vrouwen tegelijk. Denk je van, er zat pas wel eentje tussen zitten. Ik heb helemaal geen zin in, man. Ah, oh, ik heb er geen zin in. Ik heb hier helemaal geen zin in. Zo, Jezus Christus, ik zeg mijn hoedje. Holy moly, wat is dit zeg? Moet er niemand in het kraaiennest? Ga je gek? In het kraaiennest. Het hoogste puntje van de dik. Nou, oh, zij wil wel. Zij lust hem wel. Ja, 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 ja. Hier alles goed? Prima. Ja? Mooi zo. Leentje voor de kou. Voor de kou? Ja. Oh, voor de kou. Ja, 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 ja. Hij is 49. Marky, 49. Eigenlijk, dit jaar pas uit de kast gekomen. Hier. Dus... En toen kwam hij met een flinke ontboezeming door te zeggen dat hij uit de kast was gekomen. Nou ja, toen wist ik eigenlijk al genoeg. Besef dit. Eigenlijk, dit jaar pas uit de kast gekomen. Hier. Die wens eigenlijk, die jaar uit de kast gekomen. Hij gaat gewoon keihard lachen. Sander en ik waren één. Dat is, ja, die pony deed mij niks. Ja, hoe die hier terecht is gekomen, weet ik ook nog niet. Dat mijn vader zo'n beest. Als ik hem zo zie, Mark, dan lijkt hij wel een klein beetje op Fish, vind je dat? Klein beetje. Een klein beetje lijkt hij op Fish. Een heel klein beetje gewoon. Nou, misschien dat we inderdaad wat door kunnen kletsen. Ja, inderdaad. Hoe is jouw naam? Esmahalla. Esmahalla. Mark. Ja, die vertelde mij dus inderdaad dat jij nog vrijgezel bent, klopt dat? Ja. Oké. Okay. Wel een partner gehad? Ja. Dit is zo ongemakkelijk. Ik kan het echt niet aanzien, mensen. Ik kan het niet aanzien. Jullie kijken maar verder. Ik ga niet meer kijken. Die date met Esmahalla is niet goed verlopen. Nee, het was, ja, ze was mijn type niet. Oh. Hij heeft een date gehad met haar? Waarom is zij gozer op date gaan met hem? Dat is het moeilijkste lopende gesprek ooit. Ik weet dat er niet heel veel vrijgezellen meer zijn, waarschijnlijk rond het leven van 49. Maar dan nog. En dan vanavond. Kijk nou, hij komt wel aanlopen met aardige swag, moet ik zeggen, hoor. Mag ik niet als je dit. Hij is boos. Dit hoef ik niet. Oh. Het spijt me heel erg. Het is me helemaal mijn type niet. Dit is helemaal niks. Wat ik wil, met wat ik voor ogen heb staan aan een vrouw, sta ik hier gewoon heel erg ver vanaf. Dit kan op mijn moeder kunnen zijn. Op mijn moeder. Maar echt lullig hoor. Mark is wel lullig, moet ik zeggen. Dan mag ze 47 zijn, whatever. Maar zij zag eruit als 65. Op de datingsite zag ze er een stuk leuker uit. Ze zag er ook jonger uit op de datingsite. Mark is 47 zijn, maar ze lijkt 65. Mark. Dan moet ik zeggen, ze ziet er wel ouder uit dan 47. Daar ben ik het dan wel mee eens met Mark. Maar om uit te... Het is niet aardig. Ons met kersen. En slagroom. En eentje inderdaad met heel veel slagroom. Want dat is voor een nogal stevige persoon. Ik wil eigenlijk mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik aangelopen ben. Mm-hmm. Oh. Maar dat heb ik gedaan omdat ik me heel erg onprettig voelde. En ik zou me alleen nog maar meer onprettiger zijn gaan voelen als ik was blijven zitten. Ik had het ook niet persoonlijk op hoor, want daar ben ik te zelfverzekerd voor. Ik bedoel, misschien zal je dat ook wel gezien hebben. Dat klopt. Ja, ja. En beangstigd dat je ook. Dit is zo'n moeilijk gesprek, holy shit. Met hoeveel mensen moeten er nog op date gaan voor dat woord, man? Ik ga een mooi pak open, omdat ik nu echt de blitz wil maken als man zijn. Dus, Hij gaat een mooi pak open, nou. Ja, maar waar zit ik aan te kijken, jongens? Heeft u een vriendin? Ja, ik heb een vriendin getrouwd, ja. Kijk eens aan. Omdat je haar in de hak weet te slaan. Hele mooie vrouw, ging vanzelf. Oké. Okay. Ik denk dat hij veel seks heeft, ja. Ja. Dat hij ook nog een vrij jeugdige vrouw heeft. Hij ziet er verder zelf ook nog vrij jeugdig uit, vind ik. Ja. Die andere mensen hebben analyseren, dat is ook vrij bijzonder, hè, moet ik zeggen. Kijk! Smooth papi! Dan ben ik helemaal een teertje, hè? Ja. Als het vanavond niet gaat lukken, dan weet ik niet meer. Dit is de plek waar we vanavond eventueel kunnen gaan gebeuren. Ja, oké. Okay. Ja, en wens om te slapen en om te neuken. Nou ja, goed, dat heb ik inderdaad verteld. Nou, wat hoop ik dat er een aantal 40-plussers tussen de vrouwtjes zijn die net zo horny zijn als ik. Holy shit. Lekker zuipen, lekker dansen en daarna lekker neuken. Ja, dit is toch wat gebeurt hier allemaal? Wat maak ik mee? We maken er een gezellige avond van. Maar je weet, vanavond lekker van wil. Hij is zo obsessed met seks. Goedenavond. Hey. Hoi, ik ben Judith van Paradise Gedijn. Okay. Welkom op onze singleavond. Daar komen toch geen hele normale mensen lijken op zo'n vrijgezelle avond. Als in, ik zie mezelf daar niet tussen staan. Ik ben ook geen vrijgezel, dus dat kan er ook mee te maken hebben. En hoe heet jij? Elma. Ik ben Mark. Hi.
kan me niet voorstellen dat zij dan ineens vanavond gaan lopen ronkenbonken in die hotelkamer. Dat kan toch niet, mensen? Even serieus, dat kan toch niet? Jij bent ook vrijgezel. Nou, ik ben sinds anderhalf jaar weduwe. Kijk eens aan. Kijk eens aan, zit in nou, kijk eens aan. Sinds anderhalf jaar weduwe. Kijk eens aan. Oh, mijn hemel, Mark. Ik ben zelf heel erg van dansen. Ik kan helemaal niet dansen. Gewoon puur dat. Maar dan moesten we dat maar niet gaan vragen ook, denk ik. Nou, ik bedoel. Wil je dansen of? Nee, ik ken er helemaal niks van. Want ik ben een stijve hark. Ik ben een stijve hark wat dat betreft. Oh, jij wordt afgepakt. Dat is helemaal gezellig. Yes, lekker dansen, Marky. Dat vind ik sexy, dus. Oh. Dan ben je naar het buffet en dan liet ze zien wat er allemaal stond. Holy shit. Dit is misschien wel het meest ranzig wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Nee, ik hoef niks. Nee, echt niet, dankjewel. Nee, helemaal niks. Nee. Voor mij hoeft hij niks. Nou, vooruit dan, dankjewel. Ja, hij is los, hè? Mark is helemaal los. Zie je? Hij mag wel een paar lesjes hebben. Oh, dat is niet aardig. Eigenlijk moet jij mij vragen. Nee, ik wil helemaal niet romantisch dansen. Wat moet jawel, Mark, je moet romantisch dansen. Yes! Love is in the air! Kijk eens aan, ja dat dacht ik al. Nou, hoe werkt dat? Oh. Die man gaat maar gewoon heel hard lachen, want die zo ongemakkelijk is. Dus kijk, het is een hele langzame dans. Waarbij je als het ware in elkaar verstrengeld bent. Ik geloof dat ik dat misschien op een 8e of op een 9e keer gedaan heb en daarna nooit meer. Ja, dat was gewoon leuk. Dat was, ja, dat was heel fijn. Ah. Ja, goed, je voelt toch een beetje de rondingen van de lichaam. En, Mark, waarom, moet je waarom gaat alles weer om seks? Ik snap dat het programma erom gaat, maar kom op, man. Kijk eens aan, mijn jas. Het is dezelfde, dankjewel. Vandaag heb ik een workshop. Er is niet gesext. Helaas, helaas. Hij was zo dichtbij. Mensen, ik hoop deze video leuk vond en vond je het leuk. Vergeet zeker de video niet te liken. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Echt, ik ben echt 10 jaar van mijn leven verloren dat ik hier naar te kijken. Maar goed, doei.